Oh, wauw. Oké, vandaag hebben we een leuke twee M-raps op het programma staan. De workout en de finisher, allebei een M-rap. Eerste gaan we een M-rap van 15 minuutjes doen van 20 alternating snatches. Dan krijgen we 40 double unders of jumping jacks. Wil je graag in plaats van de double unders penguin claps doen, mag je dat ook doen. Dan krijgen we 20 single arm overhead reverse lunges. Ik heb lunch opgeschreven als in een lunch eten, maar dat is niet goed. Was het maar zo. En als laatste gaan we weer 40 double unders of jumping jacks of de penguin claps doen. Oké? Dan. De finisher. Lekkere shoulder burner. M-rep 5 minuten gaan we single arm strict presses doen. Je gaat om de 5 reps ga je elke keer afwisselen van arm. En we gaan op de IMOM gaan we 6 hand release push-ups doen. Pittig. Veel schouders. Schouders en borst. Lekker. Oké? Voordat we daarmee van start gaan, gaan we lekker even een warming up doen. Warming up ziet er als volgt uit. We gaan 3 setjes doen. We gaan beginnen met 30 seconden side hops. Ziet er als volgt uit. Spring opzij. Niet heel moeilijk. Oké? Dan krijgen we 30 seconden een active Samson. Gaat in een grote lunge staan. Op deze manier breng je ook je armen helemaal omhoog. Volledige extensie maken. En 30 seconden blijf je gewoon elke keer deze reps herhalen. Dan krijg je 30 seconden een push-up to down dog. Gaat in de plank precies staan. Je maakt een push-up. En je drukt jezelf met je hoofd door je armen heen. Hielen naar de grond. En hou wel even vast in die down dog positie. 3 seconden ongeveer. Oké? En als laatste krijgen we nog 30 seconden slow squats. Gaat op heupbreedte of op schouderbreedte staan. Tenen kruis een keer naar buiten. Je zakt rustig door. En je komt weer rustig omhoog. Je zou dit 2 tellen kunnen doen. Niet te snel. Oké? Nou, als ik klaar ben, zou ik gewoon lekker beginnen. Ga ik de tijd aanzetten. Ik zou zeggen wanneer je moet switchen. Elke keer na een set gaan we gewoon meteen weer lekker door. Gaan we in 3, 2, 1. Side ups. Here we go. Seconden. Vijf, drie, twee, één. Active Samson. Here we go. Moet een lunge maken, helemaal uitstrekken en je stapt weer terug. Vijf, drie, twee, één. Push up to down dog. Hou heel even vast in die down dog positie. Even recht geven op die kuiten, op die enkels. Vijf, drie, twee, één. De slow squats. Rustig gaan, in twee tellen naar beneden en in twee tellen weer omhoog. Drie, twee, één. Gaan we naar de side ups. Zit je twee. Vijf. 3, 2, 1.
Ecky Simpson, here we go. Vijf, drie, twee, één, push up to down dog. Ik denk dat die pushers te zwaar worden. Ik kan natuurlijk altijd een push op de knieën doen en daar op de voeten komen voor de down dog positie. 3, 2, 1, slow squats. Vijf. 3, 2, 1. Gaan we later setje beginnen met de side-ups. Vijf. 3, 2, 1, ga naar de Simpson stretch. Drie, twee, één, push up the down dog. Drie, twee, één, laatste, zo, squat. Vijf. 3, 2, 1, en rust. Zo. Lekker. Even een sokje drinken. Zo, nou, Paulus heeft het dumbbelletje gepakt. Dus, MRF 15 minuten. Zometeen starten met alternating object lunges. Iets van een dumbbell, kettlebell. Misschien iets van een tas. Iets van een gewichtje. Ziet als volgt uit.
Papa heeft zijn dumbbell erbij. Breng vanaf de grond, ga je dus het object naar boven het hoofd toe brengen. Doe je goed zodat je benen te blijven werken. Je kan in de lucht afwisselen. Of je kan hem ook eerst neerleggen en dan afwisselen. Oké? Het is goed dat je vanuit je been blijft werken, niet te veel rechtop vanuit je rug, zoals hoe dit eruit ziet. Ja? Zo merk je dat je er erg last van krijgt in je onderrug. Wel lekker snel. Dat is niet altijd de bedoeling. Dan krijgen we de double unders. Kun je het ook met een touwtje doen, een touwtje met een double under gaat twee keer onder je door. Kun je wel touwtje springen, maar geen double unders. Dan kan je ook voor gaan voor single unders. Ja? Wil je er een paar doen? Of, Dan anders. Single anders. Ja, maar goed. Heb je geen optie tot een touwtje, dan kun je voor jumping jacks kiezen. Die als volgt uit. Of voor de penguin claps. Waar je springt en twee keer in de lucht op je heupen tikt. Dat is om momentum te oefenen voor de double anders. Dan krijgen we 20 single arm overhead lunges. Je brengt het gewicht in de overhead positie. En je stapt achteruit om een lunge te maken. Goed met je knie naar de grond. En je stapt weer terug bij. Heel goed. Om niet een te grote stap te maken. Dit voelt zo dat je makkelijk ook weer terug eruit kan komen. Oké? Maar zelf kiezen dat je wisselt van arm. Oké? En als laatste krijg je natuurlijk weer de 40 double unders of jumping jacks of penguin claps. Dus, als iedereen er klaar voor is. En iedereen heeft zijn spulletjes. Dan gaan we lekker verstart. Ja? Nee, het is altijd 20 totaal. Anders had er 40 gestaan. Oké? Top. Okay, 15 minuutjes is niet heel lang, maar het is ook niet een sprint workoutje. Dus we proberen gewoon steady door te blijven bewegen. Dat is gewoon het belangrijkste. Oké, zijn we er klaar voor? Ready, Paul? Gaan we in 3, 2, 1, here we go. Zo netjes. Goed, zo met die snatch dat je met een gestrekte arm opvangt. Dicht langs het lichaam omhoog. Goed zo. Lekker bezig. Nou, de double arm jumping jacks, finger claps. Gaan we weer door naar single arm overhead reverse lunges. Zo, netjes.
Voor het gewicht blijven duwen en dat je mooi gestrekte armen houdt. Dus dan makkelijker is het. We zijn al 2,5 minuten onderweg. Goed uit. Even lekker bewegen. Ik ben bezig, bijna de 5 minuutjes. Hoe blijven duur tegen het gewicht met die overhead lunges? Die armen helemaal uitstrekken.
Probeer ze weer in één keer door te trekken boven je hoofd. Dus niet bij je schouder stoppen. Zo ja, kijk, dat is zo. Ja, heel beter. Goed, Sharon. Ik heb het heel erg op top. Zwemmy. Ik vind het goed met die gestrekte arm te vangen. Ja, zo ja. Explosief blijven. Zo ja. Lekker bezig. Yes. Zit alweer op de 9e minuut. Alles. Vijf minuten. Nou, blijf bewegen. Ik hou het tempo vast. Nog 3 minuten.
Nog 2 minuten te gaan. Zie je nog een tandje bij te zetten voor het laatste stukje. Nu geen water meer drinken, nu gewoon lekker door blijven gaan. Nou, dan gaan we lekker blij bewegen. Zijn er bijna. Laatste minuut. Kom aan, niet meer stoppen nu. Zijn het als iets aan de volgende oefening? Veertig seconden. Dertig seconden. Nog 15 seconden. Go aan. 10, 5, 3, 2, 1 en time. Lekker gewerkt. Goed gedaan, ik hoor er lekker bij. Spit op die 15 minuutjes. Hoop schouders. Ja. Dat zijn aardig pittig, ja. Dus ik ook de hele tijd in een overhead positie. Heel de schouders. Schouders, schouders, schouders. Ah, word er groot sterk van. Dat willen we allemaal. Kom even rustig bij. Gaan we zo meteen naar de finisher toe. Gelukkig is het niet alleen maar schouders, de finisher. Dat scheelt ook weer. Dat is ook wel lekker. Ben je sadist, hè? CrossFit coaches. Slechte mensen. Ja, Paulus? Klaar voor? Er was eens. Er was eens een aansteller. Zijn naam is Paul. Ja, zeker weten. Oh, dat was echt heel erg. Dat was gisteren. Gisteren die core workout. Gymnastics. Oh, wat een hel. Ja, die is echt pijn. Die is echt pijn. 30 seconden was gewoon net te lang, denk ik. Want je merkt al 20. Tot 20 was oké. En die laatste 10, daar kon je gewoon niet meer. Dan was het gewoon klaar elke keer. Dat maakte het echt gewoon pittig. Oké, single arm strict press. Gaat er als volgt uitzien. Het worden zeker 5 lange minuten, ja. Het worden een hele hoop reps, dat sowieso. Oké, wat je hiervoor wil bezorgen, is dat je goed je lichaam helemaal op spanning brengt. Dus je billen wil je aanspannen. Je moet je voeten op heupbreedte staan. Core aanspannen. Vanuit hier alleen maar vanuit de arm ga je duwen. Oké? Laat elke keer goed je elleboog ook weer voorkomen. Dus niet aan de zijkant.
Zoals hoe dit eruit ziet. Altijd netjes naar voren. Nu even aan de zijkant. Dat je de zijkant even zo laat vallen. Ze willen niet dit. Oké, okay, we willen hem echt vanuit voorduwen. Dat is dus belangrijk. Elke 5 reps wisselen we van arm af. Oké, okay, dus je kan hem gewoon overgeven. Je kan hem even neer kunnen leggen. Probeer gewoon zoveel mogelijk reps te maken. Elke keer als we op de minuut komen. En we gaan er ook mee beginnen. Dus op minuut 0 gaan we ook beginnen met 6 hand release push-ups. Ziet als volgt uit. Je gaat in de plankpositie staan. Je gaat met de borst naar beneden. Je heupen van de grond te houden. Dus niet helemaal plat gaan liggen. Dan probeer je spanning te houden in die heupen. Je doet je handen even los. Zet ze weer terug en je duwt jezelf uit. Op deze manier. Dus 6 cel reps en dan weer cel over naar je strict presses. Je hebt nu al zwaar, hè? Oké, als jullie er klaar voor zijn. Ik zal elke keer aangeven op de minuut wanneer je die hand release push-ups moet doen, oké? Okay? Dat blijf ik ook gewoon doen tot de laatste klaar is. Oké. Ready? Ja? Iedereen ready? Oké, gaan we in 3, 2, 1. Gaan we 6 hand release push-ups. We doen een strict presses. Oké, na 5 reps wisselen. Zo, netjes. Dat die billen niet bij blijven aanspannen, dat je mooi rechtop blijft staan de hele tijd. Zo, 10 seconden. 5, 3, 2, 1. Gaan we. En please push-ups. Denk nou dat de push-ups te zwaar zijn in de plankpositie. Ik heb ook al de knieën naar de grond toe brengen. Ik ben bezig. Ja, shoulder pump. Ik zei met yes. Vijftien seconden. 5, 3, 2, 1. Aan de hand with push-ups. 6 reps. Lekker bezig. Ja, het is best pittig. Ga meteen weer door die strict presses, come on. Op de helft van de M-rap. Dat is gewoon mijn taak, hè. Dat is gewoon mijn taak. Het staat in de taakomschrijving. Zeg goed tegen de mensen waar ze zijn in de workout. Oké, get ready for the handless push-ups. 5, 3. 2, 1, gaan we. Lekker, come on. Veel mogelijk stuk pressies weer te maken.
10 seconden. 5, 3, 2, 1. Kom maar, laatste keer, handle these push-ups. Als je snel mag eruit halen, dan even nog wat van die stuk pressjes kunnen maken. Let's go! Ah. Hoppa! Kom, pak meteen die dumbbell weer op. Kettlebell, meteen aan de slag. Come on. We hebben 30 seconden. 15 seconden. 5, 3, 2, 1. En dan. Goed zo, lekker gedaan. Ik kom lekker even bij, neem een slokje drinken. Ja, lekker gewerkt. Dan geef ik het laatste stukje. Nog wat mobiliteit. Dan wordt het tijd voor nog een finisher. Moet ik nog even verzinnen? Of? Die kol van gisteren. Zo goed idee. Zo was je misschien nog niet gedaan. En die wil ik niet nog een keer doen eigenlijk. Oh ja. Gisteren heb ik nog wel twee keer, nog even nog een tweede keer gedaan. Of toch niet. Oké. We mogen beginnen met de billen op de grond. Met de benen lang vooruit. Gaan we naar een seated forward fold. Voeten naast elkaar. Knieën naar de grond blijven drukken. En mag zo ver mogelijk met je bovenlichaam naar voren toe komen. Oké, gaan we een minuutje aan deze positie wachten. 3, 2, 1, here we go. Blijf wel goed ademen. Diep inhaleren door de neus. En langzaam uitademen door de mond. Nog 10. Drie, twee, één. Mag je rustig uitkomen. Gaan we weer naar forward fold en dan met een crush shin. Okay? Dus je mag één voet voor, één voet achter. Als je in een kleermaker zit, dan mag dat ook. Best pittig. Doe het eerst dan met de linker of met de rechterkant voor 1 minuut en daarna wisselen we het af. Ook weer vol. Here we go.
20 seconden. Vijf, drie, twee, één. Mag je afwisselen van been. Dus het ene been komt nu voor te liggen. Dan gaan we weer 1 minuut op pot. Here we go. Seconden. Vijf, drie, twee, één. Ja, goed, mag je rustig uitkomen. Mag je op handen en knieën komen? Dan gaan we naar een cat dog. Is gaan doen. Onszelf helemaal bol maken. En vanuit hier gaan we langzaam maar helemaal hol. Deze manier. In deze minuut ga je hierin blijven bewegen. Oké, dus helemaal uitduwen. Dan weer terug naar beneden toe. Deze manier. Gaan we in 3, 2, 1. Here we go. En gewoon lekker rustig blijven bewegen. In deze beweging. Dat klinkt goed, hè? Netjes. Helemaal trekken en helemaal bol maken. Dat is een cat cow, hè? Dat is ook geen cat dog. Ook raar. Cat cow. Lijkt erop. Honden, koeien. Ja. Miauw. Cat dog, het is al een programma wat je vroeg op tv had. Dat er een kat en een hond aan elkaar vast zaten. Dus hoef ik aan het denken dat ik het opstond. Oké, helemaal goed. Gaan we meteen over naar een puppy dog positie. Dus de benen mogen in dezelfde graden blijven als ze nu zitten. Alleen mag je nu met je bovenlichaam naar beneden toe vallen. Handen komen naar voren toe. Deze manier gaan we eventjes vaststaan. Here we go. Vroeger had je echt veel leukere tekenfilms dan je nu hebt. Dan heb je allemaal die animatiedingen. Toch is het minder leuk. Ja. Ja, precies. Ik kijk nog wel Phineas en Ferb. Dat is wel echt wel heel grappig. Dus het heeft die kinderen hebben een zomervakantie. En dan gaan ze allemaal gekke dingen doen de hele tijd. Als ze in hun... dat zie je in een liedje. Zich staan kopen. Ik ga het niet zien. 10 seconden. 5, 3, 2, 1. Ja, heel goed. Dan gaan we aan het laatste stukje, de rebound. Mag je lang uitkomen liggen op je buik of op je rug? Gaan we een minuutje helemaal niks doen. Lekker oogjes dicht. Even het lichaam laten ontspannen. Lekker Mathilde, vandaag wel gebleven voor de rek en strekken.
3, 2, 1. Even een minuutje gelegen. Lekker gedaan. Thanks zo dat jullie waren bij de allerlaatste ochtend live les. Als je nog een live les mee wilt doen, kan je het vanavond nog doen. Vanavond weer Robin nog even. Zijn er nog 2 uurtjes en dan zitten de live lessen erop. Morgen kunnen we weer bij de buitenlessen beginnen.